Oh, al lukt. Kijk jongens, kijk. Bennetje, eventjes weg. Die moet ik even kwijt. Kijk, zo. Bekende gezichten? Nee, jawel hè. Dacht ik al hè. Dit is een cd van Red Sky. En Van Terra. Album. Sorry, wat zei jij? Dit is het eerste album van Terra. En het heet Red Sky. Mijn excuses daarvoor. Het ging helemaal verkeerd, geloof ik. Dat maakt helemaal niet uit. Het is een lange dag. Ja, nou oké. Ik vind het wel vriendelijk van je dat je het goed verraadt voor mij. Zo. Maar de kijkers denken er anders over, denk ik. Maar goed. Nee, maar waar gaat het nu om? Jullie hebben een nieuwe cd'tje gereleased. Ja, dat is nou helemaal vers van de pers. Jullie zijn vandaag niet hier geweest en zo, maar... Ja, we zijn toch tenslotte bezig met de promoten van een heleboel nieuwe artiesten. Dus. Jij bent eigenlijk? Ik ben Marlouise. Marlouise? Ja. Ik ben Louise. Louis! Ja, super cool. Goed hè? Ja. Wat is afspraak ook, mensen? Hey. En jij bent? Ja, man. Ik ben Wouter. Okay. Ja. Je bent broer en zus of zo? Ja, dat klopt. Ik ben dat klopt. En zij is mijn zus. Ja, nee. Ga me niet een beetje de war lopen maken hier, want ik heb nee, er al een... Nee, ik heb al een lange dag erop zitten inderdaad. Oh man, komt goed. Nee, ja, we hebben onlangs een release show gehad in de Unie. En dat was hartstikke tof. Ontzettend veel mensen en het ging gewoon goed, dus gelukkig. We zijn nu, hoe lang zijn we samen? Een jaar of zeven? We zijn bijna... Nee, met Terra, met deze formatie, met deze bezetting, weet je wel, zijn we denk ik bijna 2 jaar bezig. Ja. Maar daarvoor hadden jullie ook een ander bandje, heb ik begrepen nu. Ja, klopt. Toen hadden we inderdaad andere bandjes. Dat heette ook? Dat had allerlei verschillende namen, dat veranderde elke keer. Maar het was met een andere bezetting, in ieder geval een andere gitarist. Ja. Dus, maar Terra, waar staat Terra voor? Terra, dat is eigenlijk... Dat wist ik al, dat staat voor aarde. Terracotta, nee, Terra staat voor ondergrond, basis. En dat komt eigenlijk uit de drummer, de bassist en ikzelf. Wij zijn al heel lang samen. En we hadden eigenlijk andere namen voorheen. En toen wij met deze gitarist... begonnen. Ze hebben het eigenlijk Terra genoemd. Ja. Moet ik als zien als het beloofde land, beloofde muziek, beloofde compositie? Nou ja, als het je aanstaat, wel inderdaad. Ja, klopt. Ja. Maar zo moet je het zeker niet zien. Dat moet echt uit jezelf komen, weet je wel? Zo moet je het niet zien. Je moet niks zien. Ja, het moet niks, maar begrijp ik het? Zo moet ik het zo zeggen. Ja. Maar wat wil ik nog meer zeggen? Nieuw. En wat stijl brengen jullie voor? Wij brengen alternative stoner. En dat hebben we eigenlijk een beetje zelf verzonnen. Want stoner rock bestaat gewoon. En de alternative... Dus een rock waar je stoned op wordt ofzo? Of? Nee. Steentjes gewoon. Ontzettend leuke bijkomstigheid zijn. Maar dat is niet zo. Nee. Je wordt er niet stoned van. Nee, het is... stoner rock is eigenlijk een beetje een trage, maar ook wel snelle, lage, vooral laaggestemde gitaarmuziek. En wij brengen daarbij wereldse invloeden. Ja, en daarom is het alternative, zeg maar. Omdat het een beetje Spaans-Arabische invloed heeft, weet je wel. Het is dus eigenlijk, wat moet ik verstaan, het is je plukt daar wat, zet de hoe zeg je dat? Prakje. En dan op een gegeven moment maak je er een hutspot, ratatouille van. Maar het is niet zo dat wij van allerlei stijlen spelen, weet je wel. Het is echt...
stoner. Dus de basis is laag en een beetje traag, weet je wel. Lekker een beetje op zo kan staan, weet je wel. Een beetje beukend. Een beetje beukend, ja. En zeer beukend, ja. Het is ook hard, want dat is ook stoner. Is hard, ja. Weet je wel. Maar het alternative gedeelte is een beetje die Spaanse invloeden en Arabische dingen, weet je wel. Ah, oké. Nee, het is moeilijk. Als je het niet gehoord hebt, is het moeilijk voor te stellen. Maar ik ga ervan uit van het is gitaarmuziek, bijvoorbeeld wat drums, maar toch op een passieve manier. Hard gespeeld, maar toch wel met een passieve. Het heeft melodie en melancholiek. Een melancholiek aspect zit er ook zeker in. Dus het vormt een gevarieerde muziekstijl eigenlijk, ja. En willen de mensen jullie binnenkort bezichtigen? Waar zijn jullie binnenkort te vinden, te zien? We zijn sowieso binnenkort in Amsterdam te zien, in de Winston. Voor ons is een beetje ver weg. Ja, voor jullie wel, maar ik hoop voor andere mensen niet. In de Winston in Amsterdam spelen wij 7 juli. 7 juli. Ja, op een donderdag is dat. Ja. En van hoe laat tot laat? Dat is nog niet helemaal bekend. Dat zou in de avond zijn. Nou, heb je een website waar je dat na kan slaan? We hebben MySpace. Dat is dus myspace.com/TheRealTerra. The Real Terra. De echte Terra. En dat zijn wij. Oké, maar dus is hier nu inmiddels een neppe Terra? Heel veel. Nee, een heleboel, ja. Ja, we proberen allemaal de aarde te beschermen en zo. Dus alleen dat gaat allemaal niet. Ja, de ene rode aarde en de andere geel. En ja, inderdaad. Ja. En de andere kleigrond en zo. Ja, ja, precies. Dus ja, de Real Terra, myspace.com/TheRealTerra. De echte. Even controleren natuurlijk. Nee, hij spreekt de waarheid. Hij spreekt de waarheid. Ja, hij heeft een cd hier. Dus, ik heb permissie. Ja. Nou jongens, ik wilde jullie bij deze bedanken. En wil je naar Amsterdam, moet je gewoon naar de Google-site van die Corsetgebouw gaan of zo? Of, hoe kan die ook. MySpace dat die ik net, die MySpace, daar moet jij gewoon heen gaan. Gewoon naar die MySpace en dan komt het allemaal goed. Dan komt het vanzelf ook goed. En dan vind je een biografie, vind je een Twitter... Vind je de naaktfoto's van hem en zo? Alles. Dan moet je wel heel goed zoeken, maar wie weet. De liedbeelden. Dat zijn liedbeelden. Ja, zie je wel. Ja. Jongens, nogmaals. Laten we dat bedankt. ik zie jullie uitnodiging ook van als jullie in Rotterdam zijn tegemoet. Ja? Thanks. Jammer. Okay. Bedankt man.